Je hoorde net schoten. 3 keer. Hoor je? Doe je licht uit. Ik wil gewoon in die tent blijven totdat het licht is, eerlijk gezegd, man. Yes, leuk dat je kijkt naar een nieuwe aflevering van Nieuwsgierig. Deze week gaan we iets heel spannends doen. Want je ziet het overal in het nieuws. Er komen steeds meer wolven in ons land. En deze grote roofdieren schijnen hier op de Veluwe rond te lopen. Het lijkt mij wel leuk om een keertje een nachtje door te brengen hier op de prachtige Veluwe. In een tent. In een tent. En wolven spotten. Ja, dat vooral. Ja. Maar Bram, weet jij hoe wij een wolf gaan vinden? Natuurlijk niet. Nee, ik ook niet. Nee. Maar daarvoor heb ik de hulp ingeschakeld van een echte kenner. Hij wil de streets verbinden met het dierenrijk. Ik heb het natuurlijk over Gaps Wildebras. Je kan hem kennen van onder andere deze video. Kijk, dat is mijn geit. Ik heb hem meegenomen. Hij heet Gitta, man. Ik ben gezicht van dieren. Broer, ik heb 21 dieren. Faka strijders. Mijn naam is Wildebras, het gezicht van de dieren. En inderdaad, vandaag gaan we op zoek naar de wolf. Dat ga ik niet alleen doen. Dat ga ik doen juist met deze twee strijders. Met Lieke en met Bram. Yes. Vandaag gaan we gewoon als echte strijders door het veld. Dus laten we die kant eerst opgaan, ja? Zijn ze daar, ja? Ja. Kijk, als je een wolf gaat spotten, moet je gewoon kijken naar die pootafdrukken, snap je? Kijk, het is net als een gemiddelde hond, maar het is net wat groter. Ik dacht eigenlijk met sporen zoeken, dan ga je op zoek naar poep. Gewoon even goed ruiken waar stinkt het. Poep kan ook. Kijk, hier bijvoorbeeld. Hier heb je een... Is dit niet een wolvenpoot? Nee, rustig. Dat is... Oh, wacht even. Ja, misschien hebben we hem toch in één keer gevonden. Kijk, ik zeg je eerlijk, het is wel lastig te bepalen of dit van een hond of van een wolf is. Want wat ik al zei, ze zijn iets groter dan de hond. Maar ja, als het pad gewoon helemaal recht loopt, dan weet je dat het van een wolf is. Want hun willen energie besparen, snap je? Hun gaan niet alle kanten oprennen, links, rechts, net als honden. Dat doen zij vaak. Dus laten we kijken of die rechtdoor loopt. De afstand wordt wel steeds kleiner. Ja, man. De pootjes. Ja, kijk, man. Kijk, hier zie je hem heel goed. Die buitenkant is ook gewoon... Weet je toch, hij is echt met veel gewicht erop gaan staan. Ja. Dus of het is een hond die keihard is gaan rennen, of het is een wolf, man. Is dit niet een prachtige plek voor een wolf? Ja, hier kunnen ze wel gewoon lopen, gewoon net tussen de bosjes. Kijk daar, hier is dat een soort hol of zo? Of, het is wel een gat, hè? Maar is dit een wolfhol? Het is lastig te zeggen. Ze hebben gegraven. Kijk, soms graven ze en dan denken ze van, ja, hier, dit gaat hem toch niet worden. Lopen ze weer verder, begrijp je? Maar wel een wolf. Er is wel gegraven, ja, schat. Maar het kan ook door vossen gedaan zijn, begrijp je? Maar ik denk dat we in ieder geval op de goede weg zijn, man. Okay. Zullen we door dan? Ja, want hier zijn ze gewoon weggegaan. Hier, nog een hol. Ja. Kijk, je ziet ook dat dit hier ervoor is gegooid en zo. En hij is aan de zijkant ook wat beter, wat tactischer gegraven. Oh. Wat zop, Maren. Oh, hoort erbij. Ik gewoon strak doorlopen. Niks aan de hand. Er is niks gebeurd. Wat zijn nou de dingen waar we hier op moeten letten? Ja, hier vooral gewoon holen. Je hebt dus ook veel poep en zo liggen. Daar moeten we ook echt gewoon goed naar kijken. Ja. Want dat Hoe ziet een wolvenpoep eruit dan? Beetje grijs met haartjes zo erin en witte botjes. Oké, goor. Dit is sowieso zwijn. Hoe weet je dat nou? Ja, dit is zwijnenkak. Zou ik ze opzoeken? Hier, hoppa, precies. Dit hoppa. Is het letterlijk, ik zeg het toch. Supertjes. Ja, mijn mailadres was vroeger lieke-kus met dubbel sdieren@hotmail.com. Echt? Oké. Okay. Ja, ik hou van dieren. Heb je ooit tent opgezet, Wildebras? Ik zeg je eerlijk, ik ga meestal gewoon erin, eruit, weer door, man. Ik blijf nooit overnachten. Dus ik hoop dat als je hem openmaakt, dat hij in één keer openklapt. Dat hoop ik ook. Wow. Oh! Ja, dan deze los. Dus op... Hij gaat schieten, denk ik. Thanks, Lieke, voor jouw bijdrage. Kijk uit, hè. Kijk uit. Ik heb een witte tent op. Hé, maar deze is wel handig, man. Wat? Nou, er is geen wolf die ons nog ziet. Kijk hier, strijders. Ik heb brood en pindakaas. Was het de reden dat je... Goedendag. Ik neem 1 bruin brood met een pot pindakaas mee. Pindakaas is die geur. Ze houdt daarvan. Vossen en zo. En zwijnen die aan het vroeten zijn. Kijk. Die wolf denkt misschien, skip die pindakaas, dus hij wil gewoon vlees. Maar waar dieren komen, daar komt de wolf ook, want hij is aan het jagen, is het toch donker? Maar hoezo pindakaas? Het is gewoon lekker. Jij vindt het ook lekker, die dieren ook? Wauw. Nou, echt ondankbaar, man. Jij krijgt niet meer. Ik ben er klaar mee. We hebben de tent nu gezet. We gaan die camera wel ergens aan vastbinden. Zodat die wolf uiteindelijk hopelijk langskomt. Ja. We gaan gewoon een soort van open plek zoeken. Kijk, hier is het al open. En dan hangen we hem gewoon aan die kale boom daar. Oh, zou ik ook helpen? Even kijken hoor. Dankjewel, Lieke. Ja. Oh ja, dus nu staat hij aan.
Ja. Kijk, hiervoor, ja. Nou, dit is goed. Ja, daar kan je nog een beetje pindakaas zetten. En dan is het genoeg. En wolven zijn heel erg territoriaal. Dus op het moment dat ze andere plas ruiken of zo, dan gaan ze hier makkelijker komen om te ruiken van hé. Hey. En dan plassen ze weer over die plas heen. Dus jij moet nu plassen hiervoor. Of lieken. Ik denk, voor jou is het makkelijker. Blijven jullie kijken? Moet je gelijk plassen? Ja, als jij... Echt? Perfect. Ja, nee, is goed. Doe maar. Zo goed? Lekker. Beetje heen en weer. Links, rechts een beetje, ja. Wil jij ook? Ik kan wel plassen. Hoe meer urinegeur, hoe sterker, toch? Plas je al. Ben je gevallen? Niet kijken? Ja, ging per ongeluk. Ik hoor allemaal geluiden. Klaar. Nou, als daar geen wolven op afkomen... Die wolven worden helemaal gek als ze dat ruiken. Oké, okay, jongens. De cameracrew is weg. Ja, man. Het echte werk gaat nu beginnen. Ja, man. Maar vergis je niet, er worden 1000 dieren in 1 jaar afgeschoten. Dus het kan gewoon zijn dat ze daarmee bezig zijn zometeen. Dat je gewoon een kogel door je hoofd gejaagd krijgt. Dus. Ja. Nou. Top. Ja, ik heb het net niet op beeld, maar je hoorde net schoten. 3 keer. Hoor je? Dit is wel creepy, hè? Maat, doe je licht uit. Nee, bro. Jij hebt je licht aan, Konjo. Jezus Christus. We moeten echt wel stil zijn. Ik denk dat we beter gewoon in de tent kunnen blijven, man. Ik snap ook niet zo goed waarom er nu geschoten. Er wordt nu gewoon afgeschoten, hè? Ja. En er wordt wild afgeschoten, dus er wordt gewoon geschoten, dus... Maar hoezo wordt er zo vaak geschoten? Misschien kunnen we wel beter niet te ver gaan. Maar kijk, in Italië heb je dus altijd in september het jachtseizoen. En dan mag je eigenlijk nooit buiten je hek gewoon door de bos gaan lopen, want dan knallen ze je neer. Moet ik even opzoeken of het nu jachtseizoen is? Dit is niet echt een geruststellende gedachte. Oké, we gaan even kijken, want misschien... Ik denk, we hebben niks aan Google. Ik hoor schoten, er wordt geschoten. Juni is de enige maand waarin niet geschoten wordt. Nou. Ik weet nog niet of dat geruststellend is. Nee, want dat klopt niet. Het klopt sowieso niet, wordt geschoten. Misschien is de moordenaar. Nee, maar dit is top. Waarom? Maat, er wordt geschoten en jij blijft altijd chill. Ja. Dit is niet normaal. Nee, maar bro. Waarom schiet je zo laat? Je kan toch ook in de ochtend trainen? Ik wil gewoon in die tent blijven tot het licht is, eerlijk gezegd, man, bro. Oké, luister, er wordt daar geschoten. Dus dan gaan we daarheen. Maar. Motherfucker, nou, hè? Ik denk, we hebben hem. Ja, hoor je? Kies. Deze guy. Jouw onderbroek is sowieso een beetje bruin. Hij klonk wel echt goor, hè? Hoe kan het nou dat we geen één fucking dier tegen zijn gekomen, man? Het is fucking lastig. We maken geluiden. Zij kunnen ons horen, zij zien ons wel. Zij weten sowieso dat wij zijn. Hun territorium, hun domein, hun ogen zijn fucking goed. Wij zijn gewoon beperkt, man, bro. Ik hoop dat die camera nog wat pakt. We gaan het morgenochtend zien, man. Ja, man. Ik hoop het ook, dat is onze laatste hoop. Ja, maar echt. Okay. Nou, jongens, het was hem dan voor vannacht. Wel jammer, man. Ja. Maar ja, je kan de natuur niet bepalen, toch? Dat is zeker waar. En zoals een oude wijze man ooit zei... Je kan niet altijd 6 gooien. Nou jongens, slaap lekker. Slaap lekker. Tot rusten. Ciao. De ballen. Ik hoor wel de vogeltjes, jongens. Laten we inderdaad positief erin blijven staan. Ja. En nog checken, hè, want we hebben natuurlijk die camera van hangen. Ja. Of we daar iets op hebben gecatcht. Ik hoop het. Nou, dit zijn wij. Hier hangen we die camera op. Ja. Hier lopen we nog. We moeten de volgende aanklikken. Even kijken of we daar iets op hebben. We hebben niet veel opgenomen, man. Wat, wat was jij hier aan het doen? Ik moest plassen, toch? Oh ja. Ja, man. Hoi. Ik smaak nog even. Dit is hem dan. De laatste video.
Ik zie wel een soort van lichtflits gelijk. Ja, dat zijn wij. Dat is een jas, hè? Ja, dat is duidelijk. Dat zijn wij. Nou. Het is wel tegen. Ja, dat heb je soms. Geen dieren gespot. En klopt, helemaal klopt. Geen wolf. Ja, het is jammer, het is jammer. Maar... we hebben het wel naar ons zin gehad. Jongens, dat zeker, we hebben gelachen. We hebben illegaal gekampeerd. Ja. Toch nog iets illegaals op dit kanaal. Nou. Ik vond het super gezellig. Ja, thanks heel for having me sowieso. Jij, heel erg bedankt dat je hier wilde zijn. Ja, geen wolf, sorry jongens. Maar ik bepaal de natuur niet. Ook al zou je dat wel denken. Bij de naam Wildebras. Maar het gezicht van de dieren nog altijd. Volg hem op Instagram. @WildebrasOfficial. Ja, dan rust ons natuurlijk nog één ding. En dat is... jullie bedanken voor het kijken van deze toch wel treurige video. Nou, en nog even de spullen opruimen misschien. Ja. Ja man, alle rotzooi daar is ook nog wat. Oké, nou goed. Later.